Hier? We gaan vandaag dansen met de app van het NDT. En we gaan vandaag beginnen met een stukje kijken van het fragment over dromen. Ja? Ik pak het er even bij. Ik ben Nienke en ik ben theaterdocent van basisschool Ballet. En ik geef les aan alle groepen 4 tot en met 8 van school. Als het zo, ik weet niet of jullie dat nog weten. Er komt een vraag te staan. En je gaat voor jezelf bedenken. Wat is mijn antwoord? Ja, ik ben zelf geen dansdocent. Maar ik vind het heel leuk om wel ook aan dansonderwijs te doen. En heel belangrijk. En ik gebruik hem eigenlijk om echt een volledige les te geven. Dus echt met een kijkonderdeel en een doe-onderdeel en een maakonderdeel. Ziet haar niet, ze kent hem niet, ze gaat gewoon verder. Hmm. En die meneer ziet haar voor de eerste keer, dus hij wordt verliefd op haar. Ha, jij denkt dat hij verliefd is? En hoezo denk je dat hij verliefd is op haar? Hij kijkt gewoon naar het is sowieso een hele... Het is heel makkelijk in gebruik, de app. Dus je kan gewoon één makkelijk klikken. Je doet even hier een kijkonderdeel, de kijkvragen erbij in beeld. En wat ik heel leuk vind, is dat er wordt... Op allerlei gebieden worden de kinderen aangesproken. Dus ze moeten kijken en erover nadenken wat ze hebben gezien. Dus heel gericht kijken. Over nadenken en over in gesprek gaan met elkaar. Zelf dansen, maar ook zelf stukjes dans bedenken. Dus het maakgedeelte waarin ze ook zelf toch wat creatiever met die dans bezig zijn. Ik vind het heel leuk dat eigenlijk al die verschillende onderdelen erin zitten. Ja, ik vind het gewoon leuk. Je kan goed bewegen en zo. Ik vond het leuk dat je allemaal verschillende dingen kon doen, zoals een eigen keuze hebben en je kon nadansen en je kon zelf dansen. Ja, ze zijn eigenlijk allemaal heel enthousiast. Ze vinden het sowieso heel fijn om te bewegen en het dansen zelf te doen, maar ook zelf daarover na te denken en zelf te bedenken. En er was ook een jongetje die zei, juf, kan ik dit dan thuis ook gaan doen? Dus nou ja, ik denk als iemand zegt, ik wil het thuis ook gaan doen, dan heb je gewoon goed lesmateriaal.